Goedemorgen allemaal, Duitsland. Mooie dag vandaag, we hebben een vol programma. We hebben er als bestuur hard voor gewerkt. Ik wil u zeker even attenderen op het feit dat we door speciale regelgeving vandaag een ronde kunnen organiseren. We zijn de eerste ronde van heel de regio die in 2021 een ronde kan organiseren. En dat kunnen we alleen doen door uw medewerking. Helemaal goed. Ronde vandaag. Ja, maar... Alles is precies op het juiste moment klaar. En toch van start gegaan. Genieten van de mooie straat. Dat is heel mooi. En dan gaan we naar de laatste, dat is Lars. We gaan aftellen. 3, 2, 1, start! Kijk eens, voorzichtig van start. Je hebt een ronde de tijd om elkaar erin te halen. Kijk eens, hier gaan we de finish krijgen dan voor de nummer 53. Nou, op zoek naar de andere meisjes, die zien we hier ook fietsen. Kijk eens, met een hele mooie glimlach over de meet komen, Lina Keres. Jokke Maas finisht dit. Kijk eens, Team Reus gaat hier over de meet komen. En hier bij de Rabo Dikke Mandenrace. We gaan een geweldig applaus krijgen hier. Gaat mooi zo. Zo. Kom Niels, gas erop. Goed zo arm, gas erop. Ik sta hierbij, ja, het lijkt wel een winnaar, want ik zie bloemen. Een man die heel gelukkig staat te kijken. En die staat hier een beetje in twee rollen, want hij is wielrenner. Maar hij heeft ook iets te maken met de ronde om de gele trui van Duizel. Vertel Pieter, wie ben je? Ja, mijn naam is Pieter Keres van Om de Gele Trui te Duizel. Ik ben voorzitter van de club en wij hebben dit jaar ons best gedaan om een mooie ronde neer te zetten. Pieter, ik heb het allemaal zo zitten volgen van tevoren, want wij hebben natuurlijk heel veel wielrennen in de camper gedaan. Dus dan volg je al die toestanden wat er zijn en vooral al die wedstrijden die niet doorgingen. Ja. En toen dreigde het bij jullie wel door te gaan. Het dreigde, hè? Want ze werden er ook zenuwachtig van, hè? De mensen. Ja, ja, wij werden er ook zenuwachtig van en we hebben heel veel vergaderingen gehad, coronaproof allemaal. En iedere avond was eigenlijk de conclusie, ja, we weten niks, want we weten niet wat de regelgeving zegt. En als we de regelgeving niet kennen, dan kunnen we ook geen koers organiseren. Dus we hebben eigenlijk in april, of in de maanden februari, maart, april, mei, allemaal getwijfeld. En in juni hadden we hoop en in juli kregen we groen licht. Ik heb nog nooit mensen in de sport zo in een spagaat zien zitten als jullie. Want jullie, aan de ene kant heb je ongelooflijk veel reclame gemaakt. Want je kon hier geen krant of blaadje of weet ik veel opslaan. Of er stond van Om de Gele Trui van Duizel en Dolle Dries van Wij en al die mooie verhalen. Ja, ja. En aan de andere kant liepen jullie te roepen van en niet te dichtbij en uit de Finestraat blijven. Wat een toestand is dat. Ja, ja, maar dat is helaas de toestand waar we in zitten. We hebben te maken met die pandemie en daar moeten we mee schakelen. Dus wat hebben we gezegd? Wij zijn als bestuur kunnen we in ieder geval ervoor zorgen dat we een start-finishstraat hebben die toch wat minder publiek trekt.
Dat doen we door wat speciale regelgeving. Met een corona-app ben je daar welkom. En voor de rest ben je in Duizel van harte welkom om aan de koers te staan. Maar niet in de start-finishstraat met grote getalen. En dat is de redding geweest van dit jaar om de gele trui in Duizel. Jij hebt zelf ook meegefietst. Vertel eens even, waaraan heb jij meegedaan? Ja, we hebben drie edities geleden. Geen jaar, maar drie edities geleden zijn wij gestart met de ploegenkoers. En met alle respect, dat is wat voor de mindere goden die toch heel graag willen fietsen. Wij rijden geen 50 in het uur. Maar we hebben gezegd, jongens die graag op de fiets zitten, maar ook graag met hun gezin op vakantie gaan. En dat wil zeggen dat we niet alles in de strijd gooien om een goede uitslag, maar gewoon gezellig willen fietsen. En dat is een team van vier personen. En met vier personen begin je de koers. Uiteindelijk telt nummer drie in de koers, die telt jouw score. En dit jaar hadden we 11 teams. En met die 11 teams, dus 44, ja, plus minus 40 deelnemers. Want er zijn ook teams die starten met 3. En hebben we een mooie koers neer kunnen zetten. En dat zijn vriendenteams, bedrijven. Dat zijn of andere organisaties die samen zeggen van leuk om mee te doen aan de gele trui van Duizel. Maar, en als je wint, win je een gele trui. Dus ja, ik ben wel trots op een prestatie, maar ik heb geen gele trui aan. Dus dan weet jij hoe ik geworden ben. Minstens twee. Minstens tweede, ja, tweede inderdaad. Ja. Heb jij als architect zijnde het parcours zelf getekend? Want het is wel heel erg fraai, hè? Het is een leuk parcours. Er zitten een aantal, weet ik dan zelf, hè, leuke bochten in. Vooral bij het kapelletje in Duizel. Daar heb je een soort 180 moet je maken, hè, of een U-turn eigenlijk. Daar word je toch eventjes, moet je flink in de remmen. En daarna volle bak door. En daar staat een hoop publiek. Want daarin zie je de kopjes natuurlijk heel goed voorbij komen. En verder hebben we in het Duizels een leuk parcours neergezet. Dat is al jaren zo hetzelfde. En daarom denk ik ook dat we toch veel deelnemers hebben aan de koers. Jan, die mag de bel gaan luiden voor de start. Ik loop nog 3 seconden. Ja. Heel veel succes, dames. A lot of success today. We geven ze uiteraard een geweldig applaus, de dames uit de Westerrein. Pak vandaag hier in de zegen om de gele trui in Duizel voor Anoushka Koster van team Jumbo-Visma. Hele mooie wedstrijd vandaag gereden, schitterende wedstrijd. Ook met de leidersprijs die haar ten deel valt. Ook voor Loes Aardegeest. Anoushka, mag je de gele trui aantrekken? De Jumbo-Visma trui, even die gele trui aantrekken. Dat is een traditie hier in Duizel. Die is al 64 jaar. Ik zie dat Bike Fashion ook hier is. Die kan die mooie foto maken dus van het ontwerp van deze trui. Nogmaals uw applaus voor Anoushka Koster, voor Maaike van der Duin, voor Loes Aardegeest vandaag hier. De tenoren, zoals dat heet, in de wielerronde van Duizel. Ik sta hier bij Anoushka Koster, de winnares vandaag van de 64e om de gele trui in Duizel. Bij de vrouwen, Anoushka, gefeliciteerd met je hele mooie overwinning.
Het was een overwinning weer na lange tijd. Ja, supermooi. En vooral een kwartier in Marijen, dat is echt zo lang geleden. Dus echt heel mooi dat de organisatie dit voor elkaar heeft gekregen. Was het leuke van dit parcours, Anuska? Was het leuke van dit parcours? Ja, de klinkertjes en de bochtjes. Dus eigenlijk, dat is gewoon typisch een criterium. Het rondje rond de kerk. En ik vond het rondje echt prachtig. Dus echt een typisch criterium rondje. Dus echt supermooi. Ook jij hebt natuurlijk een hele andere indeling gehad wat betreft je wedstrijdseizoen op de weg in verband met corona. Je hebt de grote wedstrijd in het begin van het jaar gereden ook. Ja, klopt. Te beginnen met Omloop Nieuwsblad en zo natuurlijk, Strade Bianchi. En al die klassiekers. En het is eigenlijk het eerste criterium dus weer. En een Giro Donne heb ik in begin juli gereden. Dus, is je goed bevallen, de Giro Donne? Ja. Mijn team hebben gewoon supergoed gereden. Marianne heeft 2 overwinningen gepakt. En met z'n allen hebben we daar gewoon een goede rit gereden. En het was gewoon leuk om weer zo'n mooie Giro te rijden. Even terugkomen door de wedstrijd van vandaag. Je zat voorop samen met Maaike van der Duin. Een goede medevluchtster voor jou? Ja, zeker. Ja, een jong meisje nog. En ze deed goed mee. En het was een leuke medevluchter. Wat zijn jouw plannen voor de rest van het seizoen, Muska? Ik vertrek morgen naar Bretagne met het team. Dus daar heb ik ontzettend veel zin in. Daar hebben we een tweedaagse. Die begint donderdag. Dus dat is al rapido op eigenlijk. Veel succes, Muska. Bedankt voor je toelichting. Ja, dank u wel. Hoeveel mensen zijn er vrijwilliger bij jullie organisatie? Wij hebben een heel goed bestuur. En we hebben ook bestuursleden die zich bekommeren om de vrijwilligers. Alles bij elkaar denk ik dat we met zeker 100 mensen zijn waar we hier duizel mee op z'n kop zetten. Ik zag er hier een heleboel, want ik ben verschillende keren om het parcours gegaan. Allemaal hele jonge gasten met een shirtje aan, cool. Ja. Ik denk, dit is een organisatie met allemaal jeugd. Want ik denk dat de gemiddelde leeftijd 30, 35 is. Ja, we hebben een aantal hele actieve parcoursbouwers. En die belonen wij ook goed voor het meehelpen aan de koers. Dat wil zeggen dat zij vanochtend om 8:30, nadat we van de pool hebben zien crashen in Tokio, zal ik maar zeggen. Om 8:30 hebben wij koffie gedronken met elkaar en toen zijn we het parcours gaan bouwen. En dan zie je inderdaad een hele jonge club en de oudgedienden die al jaren het parcours maken. En samen zorgen zij in ieder geval dat we kunnen starten met de lopers om 11:30 al of om 12:00 al. En vanavond breken ze de boel weer af, zodat morgen weer het rustige leven in Duizel wederkeert. Deze wedstrijd heeft illustere winnaars. Hè? Joop Zoetemelk hebben we ook gehoord. Hè? Het is er niet te geloven. Onder andere Johnny Hogeland heeft hier ooit gewonnen inderdaad. En bijvoorbeeld ook Niels Kasteleins, een lokale held hier. Die vandaag bijvoorbeeld ook weer meedeed met de ploegenkoers. Met de familie. Dus dat is ook wel mooi dat hij weer meedraait. En met ons team hebben we die verslagen in ieder geval. Dus ik denk dat ik die man heb er ook zitten te wachten. Dus ik stel voor. 2-1, hier de start. Heel veel succes jullie. En voor de buitenlandse deelnemers, voor de frontliners, als van Ireland, dan wel een succes today. Mensen in de voertuig op de oprit met tenten en van alles en nog wat. Wat een fantastisch sfeertje hier vandaag weer in Duizel. Het hier Maaike van der Duin die weer de maximale punten pakt voor de Keppies. Daar hoef je geen raketgeleerder voor te zijn. Zo'n klassement.
6-4-3-2-1 punt. Zo, je hebt de vooruit afgeschoten. Ja, ik moet er nog een keer Jurgen naar zijn. We gaan de bel luiden voor de laatste ronde. We gaan de laatste ronde in met Luc van Gestel hier op kop. Winnaar van de leiderprijs inmiddels met Remco Schout uit Gouda. Met Rico van Damme uit Ierske, Jasper Laat uit Tilburg. Van der Meer die het gaat proberen. Van der Meer die als kop door de laatste bocht komt. En dan geef ik het over aan jou, want dan komen ze niet. Daar door de bocht komend met de man van Volker Wessels die de kopje hier neemt. Nick van der Meer in die laatste meters gaat hij de wedstrijd winnen voor Remco Schouten. We gaan een geweldig applaus laten horen hier voor Nick van der Meer, voor Remco Schouten, voor Rico van Damme. Nog in de lectie om tussen de ronde missen, die flankeren de nummers 1, 2 en 3. We staan hier aan het aflopen van de kermisronde van Duizel. In Duizel in de Finistraat bij Nick van der Meer, de grandioze winnaar van de wedstrijd bij de Elite Belofte. Nick, ik vind het met je hele mooie overwinning vandaag. Even terugkijken naar de koers. Het was al snel een bekeken zaak met jullie zessen voorin. Ja, we hadden eigenlijk al heel snel een best wel riante voorsprong. En die werd eigenlijk steeds verder uitgebouwd en dat begon er steeds beter uit te zien. En dan weet je op een gegeven moment wel dat we een mooie finale kunnen gaan rijden met de kopgroep. Je had je winstkansen toebedicht voor de finale van de wedstrijd? Ja, ik had wel zoiets van nou, als er een sprint aan moet komen, dan vertrouw ik daar wel op. Ook al hebben we natuurlijk nog weinig koersen gereden, dus eigenlijk weinig koerssprinten gereden. Dus dan is het altijd wel mooi afwachten. Er zaten nog meer snelle mannen in de kopgroep. Je hebt uiteraard ook dit jaar niet zoveel criteriums kunnen rijden, maar jouw voorkeur ligt niet bij de criteriums, maar neem ik aan bij het grote werk. Ja, ik vind het leuk om criteriums te rijden, maar het is inderdaad bijzaak omdat we best wel mooie profkoersen ook op programma hebben staan. Dus die krijg je inderdaad wel voorrang. Je hebt een flinke progressie gemaakt afgelopen jaar als het gaat om je uitslagen, om je prestaties. Er staan voor jou nog grote wedstrijden op het programma dit seizoen. Ik begrijp dat je ook naar Frankrijk vertrekt over enkele dagen, naar de Kruisbrijs Elite. Dat is een hele mooie wedstrijd. Ja, absoluut. Dat is een hele lastige etappekoers. We hebben de eerste twee etappes in de Tour ook kunnen zien hoe lastig het voor die man is. Dat is eigenlijk hetzelfde gebied waar wij ook mogen gaan koersen. Je krijgt nu wel de kansen, ondanks zeg maar, die corona-onderbreking binnen de ploeg? Ja, absoluut. Ik heb een aantal lastige jaren gehad. En ik heb eigenlijk die jaar echt het vertrouwen gekregen van de ploeg. En dit jaar had ik weer het vermogen om er te staan. En de vorm is gewoon goed en ik zit lekker in mijn vel. Dus dat wordt ook door de ploeg beloond met mooie koersen. Ik wens je veel succes in Frankrijk en bedankt voor je toelichting, Nick. Dankjewel. Wil jij nog wat zeggen? Niks speciaals. Eén ding zou ik graag willen zeggen. Ik wil de vrijwilligers bedanken voor hun steun voor de ronde. En het is een ronde van Duizel, hè, voor Duizelnaren. En het is fantastisch om te zien dat de mensen zo enthousiast zijn. En daar doen we het voor als bestuur zijn. Bedankt. Top.